Ja, prachtig. Ik denk dat we dit mooie jubileumjaar zo mogen beginnen met deze prijs. Dat is onbeschrijfelijk. Dat is hartstikke gaaf. Het was wel een lastige overwinning, hè, vandaag. Nou ja, zeker. We komen vrij sterk met 2-0 voor. We hebben de wedstrijd onder controle. Eerste periode, tweede periode denk ik ook wel. En dan krijg je die derde periode, scoren we vrij snel een goal. En dan moet je toch nog 10, 15 minuten hockeyen. En ja, dat is gewoon heel spannend. Een paar straffen op rare momenten. En gelukkig hebben we het eind gewonnen. Heb je nooit een moment gehad van, nou, het kan nog wel eens misgaan? Nou ja, er zit altijd in je achterhoofd. Je wil elke shift wil je zorgen dat de goal niet aan de andere kant gaat en niet bij jullie. Niet bij ons. En dat is gelukkig gelukt vandaag. Nou, de beker die is binnen, nou nog een landskampioenschap. Ja, dat is uiteindelijk het ultieme doel dit seizoen. Natuurlijk, de beker is... Het is geweldig, hier gaan we ook zeker van genieten de komende dagen en hierna gaat gelijk het vizier weer op de kampioenschap.